Suriname begint het nieuwe jaar 2024 aan een veelbelovend hoofdstuk, zei president Chandrika Prasad Santokhi in zijn nieuwjaarsboodschap. Het staatshoofd hoopt dat in de komende maanden het nieuwe jaar een periode zal zijn waarin hernieuwde hoop, versterkt geloof, grotere eenheid en diepgewortelde vaderlandsliefde zullen bloeien. De president benadrukt dat er als natie er offers zijn gebracht en dat het nu tijd is om gezamenlijk de vruchten daarvan te plukken. Laten we onze verschillen opzij zetten en bouwen aan een schitterende toekomst. Laten we werken aan die nation building. Ons mooie land Suriname is gezegend met een vruchtbare bodem, overvloedige natuurlijke hulpbronnen en een diverse bevolking die een eenheid in verscheidenheid vormt. En zoveel bos met een biodiversiteit dat we als land zuurstof verschaffen aan de wereld. We zijn gelukkig een carbonnegatief land en dat moeten wij behouden door ons milieu goed te beschermen. Laten we, Lobby Bradangasisa, deze zegeningen gebruiken om een nieuw fundament te leggen gebaseerd op de voortzetting van de vooruitgang van het afgelopen jaar. Het staatshoofd geeft verder aan dat in 2024 er gestreefd wordt naar verdere versterking van de economische ontwikkeling van Suriname. De focus zal gelegd worden op belangrijke aspecten zoals woningbouwprojecten en een effectievere uitvoering van sociale programma's om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Tegelijkertijd werken we hard aan meer toegankelijkheid tot betaalbaar voedsel. We willen verder onze rechtsstaat, veiligheid en gezondheidszorg versterken. Onderwijs blijft een prioriteit. En we investeren in inclusief onderwijs, zodat geen enkel kind achterblijft. Onze inzet voor een goede infrastructuur, inclusief wegen, drinkwater en elektriciteit zal hoog op onze agenda staan. In deze tijd, waarin de vruchten van onze opofferingen zichtbaar worden, roep ik op tot versterking van de eenheid en samenwerking. President Santokhi zegt dat het bereiken van deze resultaten het gevolg was van hard werken, discipline en sterk leiderschap. Het is nu belangrijk dat elke burger de voordelen hiervan ervaart en deelneemt aan de positieve ontwikkelingen.